buurt was een woonbuurt midden op de sluizen, waar nu de middensluis is. Jan woonde er tot zijn zesde. Hij is inmiddels 97. En waarom heette de blikkenbuurt de blikkenbuurt? Omdat die schuren, die hadden blikken platen. Maar het waren gewone woonhuizen met bedsteden. En hoeveel huizen stonden hier dan waarschijnlijk? Nou, ik dacht een 50 minstens hoor, minstens. Hier was de plek van mijn opa, die had het oud ijzerleg en de schepen nodig heette. Die stijgen, nou ja, die gebruikte mijn opa. Ja, die bolden staan allemaal nog. En had je daar stond een bord ongeveer, er stond zeilen strijken, vaart verminderen. En daar stond een bord stop, dat was voor de zeilschepen. Een 50 meter voorbij het hek stonden huizen. Die stonden ongeveer tot hier. En dan kreeg je een kaal stuk. Dan kreeg je de Hoflaan. Ook een gedeelte, een blikken buurthuizen, een paar winkeltjes erin. Een petrolieboer kan ik me nog herinneren. Een stout, een kruidenierswinkel. Op het eind van die Hoflaan, dat was dan Lubbers. Maar dat je vroeger dat grote bos, maar dat was zo mooi. Oh. Allemaal bossen, er waren boerderijen, perenbomen, appelbomen. En we gingen speciaal appelen te pikken natuurlijk. Als je nagaat dat 136 jaar geleden was het knap, was allemaal zand hier, was allemaal duin. Nou, we zijn 136 jaar. Kan je nagaan dat het wat er gebouwd is, gegraven is. En dan knalden ze graven met een kruiwagen en een schep.